Goedemorgen, beste mensen. 26 juli 2019, tijd voor het ontbijt. Ja, ik kan eigenlijk wel zeggen een hittegolf ontbijt. Alleen mijn ontbijt bestaat eruit dagelijks uit muesli. Hier opnieuw mijn muesli met de nootjes en ook natuurlijk de witte druiven die ik eraan toevoeg. En nu ook een appelsien voor voldoende vocht en dan ook een dubbele glas water in de morgens. De melk. En ook hier een waterfles om mee te doen voor onderweg. En ook heel belangrijk, het klimaatveranderingprobleem. Men ziet toch wel duidelijk dat het klimaatverandering heel wat overlast bezorgt. Zowel met de hitte, met stormen en wat dan ook. Het is toch een belangrijke zaak. Om in het oog te houden en ook voor u streef naar een betere klimaatbeleid voor de toekomst. Want ik zeg, we hebben het allemaal nodig. Hè. Het is constant overlast, nu met de hitte, maar als je ziet wereldwijd alles dat er gebeurt, is het belangrijk van het klimaatbeleid politiek maximaal op te volgen. Voilà, beste mensen, een prettige dag. Drink voldoende water en tot een volgende keer.